Maar goed, genoeg gepraat. Het gaat om de goochelkunst. Ja, daarom. Het gaat voor de verdwijntruc. Ja, ja. Zij gaat verdwijnen zo ver mogelijk, zo hoog mogelijk en zo lang mogelijk. Nou ja. Gaat toch niks engs gebeuren, hè, meneer? Mevrouw, met u gebeurt niets. Nou, ho, wacht even. Hallo. Ja. Mag ik even spreken? Jazeker. Hoe bedoel je, er gebeurt? Er kan toch wel iets gebeuren met haar, toch? Dat, je kent er wel wat. Dat ze, ik heb eens een keer een goochelaar gezien met een overhemd aan. Hé, dat is grappig. Ja, en die zaagde er een door. Oh, ja, idee? Die ken ik. Klassieke truc. Ze doorgezaagde maagd. Ai, forget it. Ja, goed, ik ga u even voorstellen, mijn assistente. Ah, Bunny! Bunny. Oh, wat enig. Kijk, dat is nou typisch iets voor mij. Ja, dat lijkt wel zo'n leuk goochelassistent met van die oortjes en zo. Enig, enig, enig. Nou, mevrouw, ik ben bang dat dat pakje van het meisje u niet zal passen. Zou u denken? Nee, ik denk zelfs de kleedkamer van het meisje jou niet eens past. Wat zijn dat voor mannen? Er staat op het hoort toch iedereen? Er staat over gekken. Hoe moeten die mensen dat niet doen? Ik wil eerst even laten zien het Japanse zwanenkabinet. Een klassieke truc in de goochelkunst. Blablabla, we gaan even te babbelen, ja. Mag ik misschien daar thuis nog over, ja? Oké. Het Japanse zwanenkabinet. Daarin bevindt zich een mes. Een klein scherp mes. Nou, blijft er dan af. Dat weet je toch, dat er een scherp mes in zit? Je doet het niet voor de eerste keer, dat trucje. Nee. Maar je een beetje een domme goochelaar hebben wij, hoor. Nee. Misschien wilt u het zelf ook even checken. Of het scherp is, ja, het zal best. Zo. Ja, vlijm. Zo. Nee, ik geloof er wel om. Nou, doe even zo met je hand. Even. Dat is scherp, hè? Nee, dat is even scherp. Ja, goed. Mooi. U heeft boodschappen gedaan, zie je? Precies. Ja. Vanmorgen vast eten we het sport. Leuk. Bij vanmorgen. Hutsport. Ach. Feestelijk. Ja, hoor. Leuk. Beetje luidruchtig, maar wel. Nou ja, we maken dat als je de ramen dicht doet. Zeker. Zo, kaarsje op tafel. Gaan we ze niet uitblazen? Nee. U heeft ook wortels. Ja, natuurlijk. Mag ik twee van uw leven? Als ik ze terugkrijg, anders kom ik te kort terug, hè? Dan gooi je ze niet op elkaar, want ze liggen op volle. Oh, wist u. Ik ga u bewijzen hoe vlijmscherp het mes is. Zo. Tweemaal. Zo. Let u op. Hoppa! Hop! Voilà. Dank u vriendelijk. Zo, dank u vriendelijk. Zo. Dank je vriendelijk, Bunny. Zo. Meneer Oudenburg. Ik kan er geen poep van laten, als ik eerlijk ben. De huishoudbeurs doen ze toch niet anders dan die flauwekul. Worteltje er midden gesneden. Nou, hè? Meneer Oudenburg, komt u even hier staan als u. Ja, waar is even het, naast mij. Nou, we gaan nogmaals even kijken hoe vlijmscherp het mes is. Maar ik kan er niet genoeg bewijzen. Want wij gaan nu daar ook iets doorheen steken wat ik op Japanse wijze zal doorklieven. Ai, ai, oh! Ai, 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 tak! Gebruikelijk in Tokio. Dat wordt veel gedaan in de goochelkunst. Heel veel. Mijn fietsklemmen zitten te strak. Nou, ik denk niet dat ik daar een liefhebber van ben. Dat, ik geloof hem. Kan u niet met dobbelstenen of zo? Komt u nou even rustig hier, er kan niks gebeuren. Nou, op kantje. Ja, ja. Ik vergeet het. Nu heb je wel eens. Oké, okay, ja. Even uw linkerhand erin. Klaar. Even. Nog een keer. Nee, niet zo kort. Lang. Dank je, vriendelijk. Ik krijg van Bunny nog een worteltje. Oh, eens makkelijk. Nee, dat is voor bewijs dat het mes door en door gaat. Door en door? Dat heeft u niet gehoord. Ik hoorde het zuiver. Ja? Nee, even uw hand erin. Ja, kan iets gebeuren. We gaan het even snel doen. Nou, weet u. Ja, voor alles zeker. Waar is dat voor? Mooi, nou, niks. Hoppa, jongens. Dank je, vriendelijk. Oh, oh, oh. Ja, de douche. Dat is mooi werk. Fantastisch. Hebben we altijd een grote oren gehad? Ze zeggen wel eens vrouwen met grote oren, die hebben ook hele grote oren. Ja, mag ik misschien even complimenteren? Met fantastisch! Nee! Geintje, geintje! Dat is toch niet waar? Geen enkel gevoel van humor, jij ook. Dat is geen humor. En dan nu de grote verdwijntruc. Mooi. Wafa! Dank u wel. U ziet op de achtergrond. Dat deed jij toch met dat touw? Nou. Nee, niet heen. Met dat touw. Hij trekt het omhoog. U ziet hij doet het niet. Op de achtergrond een kist. Ja.
En u ziet daar een kist. Ik geef een geeltje voor alle twee. Magische kosten. Ja zeggen? Nee, heel mooi. Ik ga u voorstellen, mijn vriend. Aan Droedeltje. Appa. Lief, hè? Heel intelligent. Oh, Droedeltje. Oh, Droedeltje, dat is... Ja, dus van Marla, ja, ja, natuurlijk. Dat is een, kennis van Hondje Maf. Ja. Hondje Maf. Ja, dat is heel bekend. En Droedel gaat met mij mee. Zo. De kist wordt geopend en die is geheel leeg. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Nog niet uit. Droedel erin. Ja, Droedel? Hij doet het niet. Nee, leuk, niet. Leuk, hè? Hij doet het niet, hè, schatje. Hij wilde niet in. We zagen het al. Wacht even hoor, dat is hij gewend. Ja, natuurlijk. Leuk, hè? Voor een gemeente toneelmeester, leuk. Dank je, vriendelijk. Zo, kist gaat dicht. En wordt vergrendeld. Oh, hallo. Wie van u tweeën gaat in die kist? Zij. Nee, jij. Hop, nee, Koos, dat kan niet. Ik heb claustrofobie. Als je hier ook niet optilt, ziet niemand dat. Kom op, ga nou in die kist. Nee. Ja, schiet op, ga in die kist. Vooruit, je gaat in die kist. En snel. Hier. En meteen verdwijnen, ja? Nee, dank u, vriendelijk. Oh, wacht even, ga mij uit de huis sleutelen. Nee, wacht u nog maar eventjes. Dat loopt niet zo'n vaart. Zo. Wordt ook vergrendeld, zoals u ziet. Zit die goed dicht? Ja, absoluut. Zal ik er nog een paar spijkers bij? Lijkt me niet nodig. Ik ga nu Droedel en uw vrouw laten verdwijnen. Echt? Let u op. Abacadabra, simsalabim, Droedel, verdwijn, joppa. En dat gaat nu aan deze kant over. Wij doen ons best voor u. Mooi. Verdwijn, verdwijn. U vergeet de toverspreuk. Abacadabra, simsalabim, mevrouw Uilenburg. Verdwijn, joppa. De mooiste truc die ik ooit gezien heb. Mag ik u heel hartelijk bedanken. Duizendmaal dank. Graag gedaan. Duizendmaal dank. Dank u, vriendelijk. Leve de vrijheid. Maar... De paden. Nee, wacht. Nee. De kroegen in. Meneer Uilenburg. Meneer Uilenburg. Het is nog niet... Ik hoef er geen geld voor te hebben. She's yours. Nee, maar de kom even. Komt u even. Het is nog niet uit. Wat dan? Hoogtepunt komt nog. Gaat u ook verdwijnen? Ik ga uw vrouw weer laten verschijnen. Zij doet me lol. Ja, en sterker, ik laat ze vliegen. Nou. Droedel vliegt van die kant naar die kant. En uw vrouw vliegt door de lucht naar de andere kant. Geloof het zelf. Knappe jongen die mevrouw een stukje van de grond krijgt. Nou, ze is eentje per ongeluk op een landmijn getrapt. Die zijn ze nog aan het repareren. Ja, dat zal wel meevallen. Leg eens even op. Droedel, vlieg! Mevrouw Uilenburg! Zag u het? Ja, het leek Schiphol wel. En hier is dan Droedel aangekomen. Voilà. En daar is uw vrouw! Oh, dat geloven we wel. Laat maar lekker zitten. Nou. Dat geloven we allemaal wel. Hoor. U ziet er goed gelovig uit, hè? Hartelijk dank voor muziek en toes en doek dicht. Nee. Afgelopen. Ik moet het even bewijzen aan het publiek. Oh, wat een ramp. Hier is mevrouw. Oh, wat een ramp. Oh, wat een ramp. Het is mislukt. Oh, wat een geluk. Wat een geluk. Laat het maar zo. Ik heb alleen de jurk. Daar kan ik altijd nog een kapje tent van maken. Dan wil ik u vriendelijk bedanken. Nogmaals, ja, leven de vrij. Dat had jij gedacht. Oh.